Fijn dat u meekijkt vanuit Groningen. Onder omstandigheden die best pruimbaar zijn. Het regent licht, maar het is voor het veld denk ik alleen maar in orde. En de temperatuur is ook zeer wel te doen. De opstelling van Groningen met Pat, Zeefuik, de Wierik, Chabot en Handwerker. En dan Warmerdam, Reis, Mizevic en natuurlijk Doan, Mahi en Rustic. Rustic, waar Cachera nog steeds niet fit blijkt. NAC heeft het tegen Ajax goed gedaan qua verdedigen. Uiteindelijk geen resultaat gehad, dus ze staan weer dezelfde vijf man achterop. Vier man daarvoor. En dan tevreden die het dan in zijn eentje mag uitzoeken. Korte heeft een basisplaats, dat is voor de tweede keer dit seizoen. Hij vervangt El Alouche. Gebeurt niet in veel wedstrijden, maar Groningen wel de uitgesproken favoriet. Al was het maar gezien de speelwijze van tegenstander NAC Breda. Rosheuvel. Het zijn momentjes waar NAC een beetje naar uitkijkt. Snelle mensen als Rosheuvel. Hij natuurlijk met diepgang en met een actie en een voorzet. Waardoor het meteen gevaarlijk wordt. Goede voorbereidende werk is van Mikael Rosheuvel. Strakke paas op Mahi, die hem in één keer uithaalt en dan fantastisch binnenvalt. Wat een geweldig doelpunt. Doan met een strakke paas en Mihoun Mahi die het in één keer doet. En via de binnenkant van de paal scoort. Een geweldige treffer. Geen buitenspel, prachtige paas. En in één keer genomen, vol op de wreef met het nodige risico. Maar hij kan het en hij doet het. In de rust komen zij straks een ereronde maken. U zegt wie? Misschien het zijn de helden van weleer. U kunt ze wellicht op deze manier nu niet allemaal herkennen. Maar er zijn er tussen 60 en 70 mannen uit het voetbalverleden van FC Groningen. Mannen als Nefland. Kijken naar Doan, die geweldig uithaalt. En over een tijdje, als ze hier weer voorbij komen, over de jaren 5 ook ongetwijfeld zal meelopen. Want dan speelt hij hier niet meer bij Groningen, maar is hij wel een van de helden. Waar ze met veel vreugde aan terug zullen denken. Sporksleden is de man die als laatste de bal daar raakte. En dan zit Zeefuik ernaast. Is tevreden weg, maar is hij snel genoeg? Nee. Maar hij wordt toch opgepikt door Rosheuvel. En dan komt hij op de rand van de 16 te liggen. En komt Groningen weg met een gele kaart. Net buiten de 16. Eerst tevreden door de Wierik. En dan is de Wierik te laat. Er is denk ik nog VAR-overleg. Oh, hij gaat kijken. Maar gaat hij dan kijken of het er wel binnen of buiten was? Dat is mij ontgaan, maar het is er buiten. Dan zou het moeten zijn dat hij doorgebroken is. Of dat de overtreding zo zwaar is dat het niet geel, maar misschien rood zou moeten zijn. Of blijft alles bij wat Makkeli al besloten had? Ja, dat dus. Nou, dan gaan we het muurtje maar weer neerzetten. Ja, mensen. Goed, een minuut later dan gepland. Sporksleden of Nijholt. Nijholt. En in de rebound is het 1-1. Dat is voor NAC het wachten de moeite waard geweest. De Rosheuvel staat op de goede plaats. En die staat geen buitenspel op het moment van schieten. Dan is die bal hier al een meter weg. Het is duidelijk. Dus het is een legale. Dan heeft NAC de schade snel hersteld. Doan. Naar de rand 16. Reis. En daar wordt het bijna 2-1. Maar is Van Leer een goede doelman. Inzet van Mahi. Maar hier die hier dan niet aan koppen toekomt. Nogal wat mensen met nogal wat lengte. En levert dat ook wat op. Nou, wel een vrije kopkans, maar die wordt niet echt benut. En dan Van Leer. Goed gedaan door Rustic. De bal draait wel steeds meer naar Van Leer toe uiteindelijk.
Rustic. Een hele omweg. Maar op tijd teruggegeven. En nu. Schot geblokt. De vlag is omlaag gebleven. Handwerker. Dat is Rosheuvel de bal snel kwijt. En Mahi, hier is Handwerker weer. Mahi. Even wat opwinding. Maar uiteindelijk slechts een doeltrap. Rosser. Korte. Tevreden wijst. En dat ruimte voor Verschuren. Die schiet wel heel erg wild. Met zoveel vrijheid. Arno Verschuren. Hier is NAC op snelheid tevreden wijst. Maar moet naar deze kant natuurlijk. Waar Verschuren het overzicht niet houdt. Dat is goed gedaan door Groninger. Bal snel terug. Maar nu. Doan. Hij. De man van de actie. Van deze spelers moet Groningen het hebben. Van Doan en van Bahi. Het is alweer van even geleden. Het is een goed moment van de Japanen. Koch is mee. Tevreden daar ook. Maar als hij zo ver komt, is hij voor de doelman. Toch? Toch? Nee, dan is hij niet voor de doelman. Dat had hij wel moeten zijn. Maar NAC staat voor, tevreden is er weer erbij. Pat, hoe kun je dit laten gebeuren? Pat staat te wachten. Niet één stapje naar voren. Dan word je geklopt. Dan word je geklopt. Door een goed timende tevreden. Wat een gedenkwaardig seizoen voor hem tot nu toe. Van vroeg voor, nu dus achter. Daar is de voorzet, daar moet de gelijkmaker zijn. Jawel! Ook snel gerepareerd door Groningen. Doan de Maker. Zeefuik die daar aan de rechterkant doorgaat. En al met al heeft NAC maar een minuut of anderhalf van de voorsprong kunnen genieten. Vrijtrap van Rustic. En dan het schot geblokt door Koch. Dat was weer een poging om Van Leer aan het werk te zetten. Zover kwam het niet, maar het schot was wel hard. Rosheuvel. Goed gekeken, goed gegeven ook. Maar niet besteed aan Giovanni Korte. Zeefuik. Hij is wel onvermoeibaar. En nu. Mahi. Balletje op tijd terug en het is 3-2 voor Groningen. Hij kan zijn geluk niet op. Zeefuik. Want hij rost hem binnen. In de 76e minuut. Zijn eerste. Mahi precies op tijd. En dan Zeefuik. Die krijgt hem keurig in de voet geschoven. Van Mimoun Mahi. Rosser. NAC zoekt Sporksleden. De bal wordt met tevreden op de grond. Wat zegt Makkeli? Ja, tegen. Het is tevreden die de vrije trap tegenkrijgt. Er zou zo Tom van der Looy wel eens kunnen komen. Doan. Mahi. En Van Leer nog een keer Mahi. Ja, daar is het nu vol, maar er is nog wel ruimte. Ruimte genoeg om de wedstrijd te beslissen. Hij maakt ze op allerlei mogelijke manieren. Mimoun Mahi.
Twee doelpunten en een assist. Hoe belangrijk kun je zijn? Geen buitenspel. Doan, Mahi. Goede ingreep van Leer. Maar dan krijg je toch de gelegenheid om uiteindelijk de bal met rechts binnen te schuiven. En daar was dus nog wel ruimte. Groningen gaat op 13 punten komen. Gaat 5 punten afstand nemen van NAC. Dus 5 punten weg van de directe degradatieplaats. Ja, dat is waar Groningen nog naar moet kijken. Maar het maakt hier wel even heel duidelijk dat het dat niet te lang wil doen. 5-2. En Mimicevic is de man die binnenschuift, binnentikt. Dat maakt het op die manier wel heel erg pijnlijk voor NAC. Hier is het feest in Groningen, kan ik me zo voorstellen. Een rare wedstrijd, maar wel een zeer boeiende. Groningen-NAC Breda eindigt in 5-2.